voordat het congres begon, wilde Maarten eerst nog even iets rechtzetten. Volgens Maarten had haar minister zijn echtgenote beledigd. De raad zou in een interview hebben gezegd dat Maarten de vrouw getrouwd was om haar geld. De minister schrok zo van de klap dat hij in eerste instantie wegliep, maar even later kwam hij terug.